Conceptuele kunst. Wat is dat eigenlijk? Conceptuele kunst gaat om het idee van het concept kunst. Dus het gaat niet om het voorwerp zelf, maar meer het idee en de bedoeling van het kunstwerk. Conceptuele kunstenaars toveren eigenlijk ieder object en elke ruimte om tot een kunstwerk. Marcel Duchamp was de eerste conceptuele kunstenaar. Zijn beroemdste werk is het urinoir dat hij in 1917 tentoonstelde in New York. Het werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke werk uit de moderne kunst. Zijn urinoir inspireert vandaag nog steeds duizenden kunstenaars. In conceptuele kunstwerken wordt het idee ook vaak overgebracht met schetsen en het gesproken of geschreven woord. Een voorbeeld hiervan is het werk van Joseph Kossuth. Hij liet in 1965 met zijn kunstwerk One and Three Chairs drie ideeën van een stoel zien. Een foto van een stoel zelf en een definitie van een stoel gedrukt op papier. Ook in België zijn er conceptuele kunstenaars. Zo is er bijvoorbeeld Chris Martin. In zijn werken is duidelijk te zien hoe hij ieder object en elke ruimte omtovert tot een kunstwerk. Zo heeft hij bijvoorbeeld in een ruimte de grond vol bronzen confetti gelegd. Zijn uitleg bij het kunstwerk is dat confetti na een feest snel verdwijnt, maar die van hem blijft liggen. Conceptuele kunst is dus helemaal anders dan traditionele kunst. Het doel van conceptuele kunst is eigenlijk om kunst en leven samen te brengen.